Yes, welkom. Leuk dat je kijkt naar deze video. Alweer even geleden dat ik een video heb opgenomen, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Tijd voor een nieuwe. Ik ben buiten aan de wandel, sowieso om mijn corona kilo's een beetje eraf te wandelen. Beter voor de conditie. Een beetje pijn in mijn rug, dus ik moest veel wandelen van de visio. Maar ik heb ook mijn camera meegenomen om foto's te maken. Want daar had ik gewoon wel eens een keer zin in. En wat ik eigenlijk ga doen vanavond, nu, is hopen op een mooie zonsondergang. Als er zit dat er niet in, denk ik. Maar trouwens, dit is een mooie achtergrond. Ik ga wat foto's maken van de omgeving, van bedrijven, gebouwen, restaurants, gemeentehuis, omgeving. Die ga ik dan volgens een beetje nabewerken. En die knal ik op mijn Instagram in mijn stories of op mijn tijdlijn en op mijn andere social media kanaal. En daar tag ik de eigenaar, of in ieder geval de bedrijven, tag ik daarin. Tag, niet tag, maar tag. Tag ik daarin. In de hoop dat ze het zien en dat ze denken van, hey, die gozer die kan wel leuk fotograferen. Die, misschien moeten we die eens een keer uitnodigen om wat foto's voor ons te maken. Dus ben jij een fotograaf en ben je op zoek naar een nieuwe business? Of denk je van, nou, hoe kan ik nou mijn foto's aan meer mensen laten zien? Maak gewoon foto's van bedrijven. Zoek het juiste moment, 's avonds met een mooie zonsondergang bijvoorbeeld. Of ja, 's ochtends vroeg. Of als het heel erg druk is. Whatever. Hangt natuurlijk erg van de locatie af. Maak de foto's, bewerk ze en gooi ze op je social media kanalen. Tag de bedrijven daarin. En wat je daarnaast ook nog kan doen, is dat je gewoon naar het e-mailadres een linkje stuurt met, hey, kijk eens, ik heb hier een aantal foto's gemaakt van jullie gebouw of van jullie setting of van wat dan ook. Mocht je het leuk vinden om ze te gebruiken, feel free. Leuk als je mij vermeldt als fotograaf. En wie weet levert je wat nieuwe business op. Nou, had ik een iets mooiere zonsondergang verwacht. Maar goed, ja, ik had eigenlijk niks verwacht, dus dat is ook een beetje onzin. Zoek juist het moment om een foto te maken. En hier duurt het denk ik nog wel een half uurtje voordat de zon echt onder is. Maar het is behoorlijk bewolkt vandaag. Maakt verder niet zoveel uit. De foto's die ik maak, die zijn niet per se super mooi. Dit is even als voorbeeld. Dus kijk vooral in jouw omgeving wanneer het een mooie zonsondergang lijkt te worden. Of zonsopkomst of whatever. Maar pik gewoon een juist moment om een foto te maken van bijvoorbeeld een bedrijf of een restaurant of whatever. Ja, dus dat. Gewoon even op pad foto's maken. Vind ik leuk. Ik hoop jullie ook. Gewoon een beetje vloggen. Had ik weer eens een keer zin in. En niet al te veel gescript en weet ik wat allemaal. Maar lekker naar buiten. Oh, trouwens, dit hier achter mij. Dat is ook wel leuk. Dat is nog een stukje van de Atlantiekwal. Als ik het goed zeg. En die loopt best wel ver door. En daarachter in het bos van Castricum zijn ook nog een aantal V2 raketopstelplaatsen. Die raketten die staan natuurlijk nu niet meer. Maar wel leuk om daar een beetje geschiedenis over te zien en te lezen. Dus hier flink gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Dus mooi gebied. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik moet blijkbaar douchen. Want ik trek echt onwijs veel van die vliegjes aan. Whatever het zijn. Kijk, en nu. Nou, het is nu een beetje lastig te zien, maar achter mij is er wel een mooie zonsondergang. Nou ja, helemaal niet. Dat is helemaal niet mooi. Maar goed, je begrijpt het idee. Hopelijk wel van een goed moment kiezen om foto's te maken. Vloggen gaat er wel iets beter in, mensen om me heen. Ik moet zeggen dat ik er nog wel, ik moet weer even inkomen. Ik had er minder moeite mee, ik ben er een beetje uit. Dus dat wilde ik ook even, gewoon ja, je oefening baart kunst. En kinderen, maar dat is een ander verhaal. Oh ja, en ik heb jullie nog niet eens verteld over mijn nieuwe project. Beetje een gek idee. Gek plan, maar ik heb een stukje grond in Colorado, USA, gekocht. En met het idee om daar over een paar jaar een huis te bouwen, of nou ja, een ranch, een hut,
cabin. Om daar eens een keer naartoe te gaan of dat weer te verhuren. Of wat dan ook, als investering. Maar daar ben ik nu mee bezig. En ik had het op Twitter geplaatst en er kwam best wel veel reactie op. Hartstikke leuk. Dus ik ben ook een video aan het maken daarover. Dus stay tuned, zou ik zeggen. Komt eraan. Meer werk allemaal dan ik dacht. Ik heb het drukker dan ik dacht. Maar komt eraan. Dus stay tuned. Goed, het wordt al een beetje donker. Tijd om naar huis te gaan. Het licht wordt er niet beter op. Bedankt voor het kijken. Beetje onsamenhangende video misschien. Maar ik vond het leuk om weer eens even wat te filmen. En lekker even weer buiten te zijn. Check je in de volgende. Vergeet niet te abonneren, te liken. En een reactie achter te laten hieronder. Van wat jij wel eens hebt gefotografeerd. En hoe jij als fotograaf je business binnenhaalt. Wie weet kunnen we nog wat van je leren. Waarschijnlijk kan ik nog een heleboel van jou leren. Stay tuned. Zie je in de volgende. Ciao.